Voorzitter, onze hele grachtelgordel-elite is volledig in staat van de ontkenning. Alles wat heilig zou moeten zijn, is vloeibaar. Over alles mag worden gepraat. Niets is meer onbespreekbaar. Of het gelijk gaat over de gelijkheid van man en vrouw, ik noemde net voorbeelden, respect voor homo's, opkomen voor het Nederlands belang, opkomen voor democratie, verzetten tegen sharia, alles mag voor stuntprijzen worden meegenomen. En ik zeg het nog maar één keer. De islam is naar onze mening een totalitaire ideologie en daarom een bedreiging voor de vrijheid. En wij kunnen het ons niet permitteren, wat het kabinet doet, om te zwijgen, naar het plafond te kijken en te zwichten. Ik zal, voorzitter, nooit zwichten. Niet voor 100.000 doodsbedreigingen, niet voor Al-Qaeda, niet voor de minister van Justitie en al helemaal niet voor het politieke showproces wat mij te wachten staat. Maar voorzitter, tegenover die buigende elite staat het Nederland van de mensen die die rekening moeten betalen, letterlijk en figuurlijk. De mensen die het slachtoffer zijn, iedere dag opnieuw, van die straatterroristen, van die banken, van de nog steeds naar bonus graaiende bankiers, die mochten ze wel redden, maar wat doet Wouter Bos, wat doet ons kabinet voor deze gewone mensen? Mensen die verlangen naar een sociaal Nederland, mensen die eigenlijk nooit door de politieke elite worden gehoord, maar ronduit worden uitgelachen. Voor die mensen staat de Partij voor de Vrijheid, meneer de voorzitter. Mevrouw Halsema. Voorzitter, ik begrijp de overgang niet helemaal, maar moet ik nu concluderen dat u zegt dat de economische crisis ook door moslims is veroorzaakt? De heer Wilders. De economische crisis is zeker door heel veel oorzaken gekomen. Ik zal zeker niet zeggen dat die door moslims is veroorzaakt. Ik zeg wel dat het de moeite waard zou zijn. Ik heb genoemd de 100 miljard die immigratie, en dat is breder dan alleen moslims zoals u weet, wat dat ons land heeft gekost. En ik zou graag willen, ik kom er zo op terug dat andere landen daar wel onderzoek naar hebben gedaan, dat ook die economische effecten van immigratie, wat het ons allemaal kost. Het Centraal Planbureau heeft een aantal jaren berekend 100 miljard euro dat die worden meegenomen. Mevrouw Halsema. Sorry, ik moest even lachen, want het begint steeds meer op de tegenpartij te lijken. Die zei dat de milieuvervuiling ook door migranten was veroorzaakt. Even voor mijn duidelijkheid. U zegt dus eigenlijk dat de bankencrisis, hè, want daar is de economische recessie in eerste instantie uit voortgekomen, rechtstreeks verbonden is met migranten. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd en dat soort onzin zal ik ook niet zeggen. Dan stel ik voor dat u... Voorzitter, over die punten die ik net noemde wordt dus geen verantwoording afgelegd. Dit kabinet legt zich neer bij die twee Nederlanden. En nog erger, dit kabinet kiest consequent partij voor het Nederland van de elite en niet voor het Nederland van de gewone mensen. En wie zich afvraagt hoe het komt dat nog maar 1 op de 8 Nederlanders vertrouwen heeft in de politiek, moet kijken naar die twee Nederlanden. Dat, voorzitter, is fundamentelere kritiek dan de 82% van de doelen die bereikt schijnen te zijn of de 74 doelstellingen al dan niet gehaald zijn. Al die holle cijfers, al die patserige PowerPoint-presentaties kunnen niet verbloemen dat achter de papieren realiteit van die gladpratende bestuurskunde-doctorandussen met designerbrillen een wereld schuilgaat van een Nederland dat zich vertrapt en vernederd voelt. En voorzitter, dat is een Nederland dat weet dat het belazerd wordt. Belazerd door een elite die alles goed vindt, zolang de miljoenen maar richting de VPRO, de kunstmafia en de ontwikkelingshulp stromen. Maar voorzitter, het Nederlandse volk is bezig te ontwaken. Te ontwaken uit een lange linkse nachtmerrie. En ik zeg u vandaag, deze elite loopt op haar laatste benen. Er tekent zich in Nederland een regenboogcoalitie af die dwars door alle lagen van de bevolking klaarstaat om op te komen voor het vertrouwde Nederland. Verandering hangt in de lucht en ons land hunkert erna om een nieuwe toekomst binnen te stappen. En voorzitter, er wordt door dit kabinet totaal geen verantwoording afgelegd. En ik kom nu op het punt wat ik net een interruptie al zei tegen de geachte collega van GroenLinks over wat de massa-immigratie betekent voor onze economie. Daar wordt geen verantwoording over afgelegd. Het Centraal Planbureau, ik zei het al eerder, komt over 100 miljoen euro schade. In Denemarken hebben ze het wel onderzocht. En in Denemarken becijferen ze dat het 300.000 euro per moslimimmigrant kost.
En een rapport in Frankrijk, die dat ook heeft bekeken, stelt dat de economische groei van Frankrijk met 2/3 gereduceerd wordt door de massa-immigratie. En de Zweedse econoom, want ook daar hebben ze het onderzocht, de Zweedse econoom Lars Jansson, die schat de schade voor Zweden op 27 miljard dollar. En in Noorwegen, want ook daar hebben ze het onderzocht, waarschuwen werkgevers dat de opbrengsten van de oliewinning straks helemaal opgaan aan de kosten van de massa-immigratie. En ik vraag aan het kabinet, en zoveel andere landen hebben dat gedaan, en het is niet te veel gevraagd. Ik vraag aan het kabinet, leg daar eens verantwoording over af. Onderzoek dat eens. Breng de kosten van de massa-immigratie. Veel mensen in Nederland willen dat weten. Breng die eens in beeld, maar dan zonder al die linkse roze wolken. Voorzitter, wanneer gaan we eens praten over aanpakken? Wanneer stopt de afdeling pappen en nat houden? Wanneer komt er een eind aan het kabinet van uitstel en afstel? Wanneer wordt de boodschap van Nederland ook eens gehoord in het grachtengordelpaleis dat het hoofdkantoor van de Partij van de Arbeid is? Voorzitter, ik zie heus wel dat niet elk probleem meteen valt op te lossen. De nachtmerrie van links kan niet in een paar jaar worden hersteld. Dat weet ik ook wel. Maar we kunnen in ieder geval een start maken. De volgende generaties moeten wat mij betreft kunnen zeggen, en dat is echt ontzettend belangrijk, op dat moment is de eerste stap gezet met herstel. Toen zijn we begonnen met terugvechten. Daar is links gestikt in haar eigen leugens. Voorzitter, ik zei het al, niet elk probleem, niet alle ellende van links is in één dag meteen op te lossen. Maar we kunnen wel de problemen meteen aanpakken. We kunnen een begin maken. We zouden vandaag nog een begin kunnen maken. En laat ik een aantal voorbeelden noemen.